En dan duurt het heel lang. En dat stilzitten is moeilijk. Dus daarom heb ik een installatiemachine voor jullie gemaakt. En bij iedere vlag, ieder doek, daar staat iemand die jullie dadelijk gaat helpen. En dan ga ik even uitleggen wat hier staat allemaal. Ik had hier een uniform opgehangen, maar Lia heeft daar al uitgelegd welke kleurtjes dat het zijn. Dit is trouwens een oude Bego-uniform. Vroeger hadden we lekker een trui voor iedereen. En nu is het voor iedereen een blouse. Het is heel netjes, iets met een praktisch probleem. Ja? Deze vlag, hier staat een scouting logo op. De Franse Lely, dat is van die jongensgroep. En het Klaverblad is van de meisjesgroep. En die worden verbonden door het touw. En dat is het installatieteken dat jullie krijgen dadelijk aan deze kant. En Lia zal jullie dadelijk opspellen. En hier tussenin, want dadelijk is de bedoeling dat jullie gaan zoeken naar de insignes die jullie nodig hebben. Je drukt op de insignes die je nodig hebt. En dan wordt dat door iemand eraf gehaald en bij jullie opgesteld. Dat is de machine. En hier moet je dus heel erg gaan zoeken. Want hier hangt het regio-insigne. En die plaatjes die zijn niet zomaar verzonnen. Niet zomaar een leuk plaatje, maar daar hebben we over nagedacht. Niet zomaar een leuk plaatje. Want dit is van regio Maastricht en Mergeland. En hier staat de zon van het zonnige zuiden. We hebben de bergen van het heuvellandschap hier in Limburg. We hebben de vijf rivieren. De Maas, de Jeker, de Keul, de Gulp en de Voer. We hebben de mergel die we hier in Limburg vinden. We hebben de eikenbladeren van het Boskoen Eikenhout van het Limburg Country. En we hebben de uitsteekjes van de bladeren. Die staan weer voor de vijf gemeentes die binnen ons regio vallen. Waaronder Keul. De volgende vlak. Hier vinden jullie, als het goed is, het standaardteken van de bevers. Dat is, hoe heet je voor je? Normaal had ik hier ook de groepsnaambandjes willen hangen. Die hangen hier, daar hangen wel naambandjes tussen. Maar dat is wel voor verschillende activiteiten en verschillende kampen. Het groepsnaambandje kon normaal ook nog op je uniform. Maar die waren nog niet allemaal binnen. Dus die krijgen jullie later. Ja, die krijgen jullie later nog opgespeld en dan krijgen jullie die mee naar huis. En dan mogen ze die alsnog te opnemen. Dus die zit er even niet bij. Alleen het spelpapier. Aan deze vlag ga je zoeken naar het Limburgse vlaggenbeeld, want dat mag hiernaast. Als je in het buitenland bent geweest, kun je de Nederlandse vlag opnaaien. En wij zijn Groene Limburg, dus je mag het er altijd op hebben. En die mag ook op je uniform. Dan zijn er heel veel verschillende dassen. Net zoals er heel veel verschillende groepen zijn in heel veel verschillende landen. Iedere groep heeft zijn eigen das. En meestal worden die voor de groepen zelf gemaakt. En voor ieder kamp, voor iedere jamboree, grote kampen van de hele wereld, waar mensen van de hele wereld komen, maken ze ook weer eigen dassen. En die hangen hier ook tussen. En die hangt ook de das van een Scouting Keulen tussen. Mag ik hier even? Want jij moet ook daar een das uitzoeken. En dan moet je de goede pakken. Hè? Ja, weet je welk? Oké. En als je dan dadelijk alles hebt, en alles zit op je uniform, dan kom je bij mij uit en dan mag je de goede vlag vastpakken. Net zoals ik net de vlag heb vast moeten houden, doen we dat bij deze vlag ook. En dan mag je mij straks de welpers... Of de... Ja, ik heb heel lang welpen gedraaid. De beverspeuk gaan we doen. En die hebben jullie net gepuzzeld. En ook al kunnen jullie niet lezen, jullie hoeven mij maar na te zeggen daar. Goed, we gaan beginnen aan die kant.